Artisliefde. Een spel van Dick Walba. Regie, Ant Leupler. Als oom Cor ook komt, zien wij het niet zo zitten, hè, pap? Pap, zeg nou wat. Ja, het is een geval apart, hè? Die oom Cor van ons. Maar, ja, moeder, hoe verkoop je dat aan moeder? Oom Cor vergoudt het feest. Pap, laat me nog niet in de steek. Je weet wat we thuis hebben afgesproken. Ja. Dus jullie hebben het al zo'n min of meer. Het feest moet stijl hebben. Toen wij laatst in Frankrijk waren, zijn we uitgenodigd door mensen van de Pri-Uniek. Collega's van Arnhem, hè? Op directeursniveau. Dat was chic, hè? Trek-chic. Oom Cor vergaalt het feest. Die man wordt zo ordinair als hij een borrel heeft gedronken. Die gaat moppen vertellen. Schuine moppen. En Arnold en ik... Zeg nou eens wat jij. Ja, we moeten het nog even bekijken, Cora. Kijk eens, Cora. Moeder is op de broer gesteld. Heel erg. Ja, weet ik. Ik weet alles. Leer mij mijn moeder kennen. Nou dan. Ja, je kan iemand toch niet verbieden te komen? Nee, we zouden van tevoren met hem kunnen praten. Wie dan? Oh, Arnold, een Flip bijvoorbeeld. Ah, ik? Ja, jij. Thuis zo'n mond en nu... Drijf het nou toch niet zo op de spitstoel. Je moeder wordt maar 80. Ja, daarom juist. Oh, ik word zo moe van jullie. Zoek het dan maar allemaal zelf uit, hoor. Ik zeg niks meer. Wat weet ik? Oh, nou, daar heb je Mies en Ab. Ja. Dat doen we. Alles in kannen en kruiken. Ja. Oom Cor mag niet komen, zegt Cora. Ik doe niet zo maas. Zo heb ik het toch niet gezegd. Nee, dat kan je moeder toch niet aandoen. Prima. Laat oom Cor maar het middelpunt zijn. Maar let op. Later zeggen jullie... Hadden we maar naar Cora moeten luisteren. Ja, toe, laten we het nou een beetje leuk houden. Ik dacht dat het om moeder ging. Ja, dat is waar. En daarom dacht Cora dat... Ja, begin je nou weer van voren af aan. Arnold, we zeggen niks meer. Niks meer. Laten we nou vooral volwassen houden. Ja, Cora, Flip heeft gelijk. Hè? Een beetje geven, een beetje nemen. Thuis zeg je nog tegen me, we houden voet bij stuk. Oh, waar ben je toch een draaie kont. Zo, thuis is thuis, schat. En de meeste stemmen gelden. Oké, we zetten er een punt achter. Incident gesloten. Oom Cor laat zich toch niet tegenhouden. Het cadeau. Ja. Het cadeau. Jullie zouden polsen. Dat is waar. Mm-hmm. Ze wil dus niks. Oh. Niks? Nee. Typisch moeder, hè. Ze wil niks. Nou ja, ze heeft maar een kleine kamer, hè. Dan zijn we dus gauw klaar. Ja. Nee, we zijn er nog niet. Ze moest er nog over denken, had ze gezegd. Nou, dus wij weer terug, hè. Weet u het al, moeder? Mm-hmm. En toen wist ze het plotseling. Huh? Ja, haar abonnement op Artis. Oh, ja. Dat konden wij mooi verlengen. Artis? Wat? Artis? Dat mens kan geen meter meer lopen. Ik ben er tegen. Je lijkt wel een vakbondsbestuurder. Ik vind als ze het nou wil, dan moeten we dat doen. Zij heeft zo'n abonnement 40 jaar gehad. Het moet zo blijven. Maar ze is er al in jaren niet geweest. Ja. En we doen het feest dus op haar verzoek in het tehuis. Maar wel in het bovenzaaltje. Ja, ze wil geen hijsa. Nou ja, vorig jaar was het toch erg leuk. Hè? Eerst in die bus en toen dat zalig eten in de Hartige Haan. Nee. Zijn jullie wel eens in de Zilveren Kroon geweest in Den Haag? Nee, dat is me toch een zalig eten. Ja joh, de bittergarnituur daar. Ja, en een hele uitgebreide bittergarnituur. Ja, geen nootjes of bitterballen. Nee, die hele kleine aparte vishapjes. Weet je wel, van die kleine fruitfrutseltjes met kaas en zo. Noors buffet dus. Nee, geen Noors buffet. Noors buffet is een hoofd. Maaltijd. Dat kregen we toen met Arnold zijn zaak, hè? Alle vertegenwoordigers, chefs, mensen van het kantoor, alles.
Ja, en daarna zijn we naar Paul van Vliet gegaan. Ja, en toen... Nog een aangeklede borrel. En je werd met een taxi naar huis gebracht. Het wordt dus een abonnement op Artis. Ja. Hoe lang zijn die dingen geldig? Ja, hoezo? En staan ze op naam? Dat weet ik niet. Nou, ik bedoel... Ik hoop dat ze 100 worden. Maar anders wordt zo'n abonnement bij de nalatenschap. Dat is toch gauw een bedragje van... Ja? Ik weet het niet precies, het zal rond de 100 gulden liggen. Ja, en alle dames kregen toen van tevoren een corsage. Ja, en de heren... Kregen een pen. Ja, 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 geen bolpen, geen viltstift, nee. Er iets tussen... Hoe is het met Blitz, met de... Nou, die eet kleine beetjes, maar nog steeds geen 100%. Nou, tenminste weer geblaf. Wat zei de dierenarts? Dat u niet meer de oude wordt. Ach. En dat we er wel op moeten rekenen. Hoeveel kost nou zo'n doktersbezoek? Hé, jij had een beetje geld. Ga toch om Blitz, man. Ik wil alleen maar even weten hoeveel zo'n grap kost. Ja, ja. Flip, hebben wij alles bij elkaar een dikke 150? Ja, ze hebben 160 gulden kwijt. 160 gulden. Oké, jongens. Laten we eens even je moeders verjaardag afronden. Ja, ja, precies. Ik had daar gedacht. Naast ons was een rijstfabriek. De directeur woonde er pal bij. Ik herinner me een staking van de arbeiders. Omdat ze te weinig geld ontvingen. Dat was... dat was in 1910. Politieagenten te paard die met blanke sabel insloegen op de arbeiders. Ik was nog maar een klein meisje. Mijn moeder trok me naar binnen. De paarden galoppeerden achter de mensen aan. Joegen ze de stegen in. Mijn moeder zorgde voor brood voor de stakers die stonden te posten voor het huis van de directeur. De arbeiders woonden in kleine houten huisjes. Pal bij de fabriek. Ah, ze waren arm. Erg arm. Vrouwen en kinderen werkten ook mee. Ze moesten vliesjes uit de rijst halen en kregen per paal een gulden. Ik hielp soms. Om een ronde tafel zaten we dan, vliesjes te zoeken. Denk maar niet dat ik nog één stap in Bechten en Flip zet als alles achter de rug is. Ja, het is dat mijn moeder is. Flip regelt maar. Nou, wees blij, anders moesten jij of Ab dat doen. Nee, hoorde je Bechten niet. En trouwens Mies ook. Ach, wat valt die me de laatste tijd tegen? Ze gaat steeds meer op de vader lijken. Nou komt die ome Cor dus toch, verdomme. Jouw schuld, pap. Je had je mond open moeten doen. Je had op je stuk moeten staan. Maar jij bent bang voor Flip en Bechten. Nee, ik wil geen ruzie. Ach, jij bent te zacht. Je moet optreden. Dat doe jij toch? Je ziet wat er gebeurt. En dan dat gezanik over dat hondje van Flip en Bechten. Blitz. 160 gulden. Ja. Mag ik u even spreken? 160 gulden voor zo'n rothond. Kunnen zij zich zeker permitteren? En dan dat abonnement. Ook jouw schuld. Hoezo? Je moet je mond open doen, pap. Ach, ik zeg het je zo vaak. Ze kan er niet eens heen. En hou er goed rekening mee. Als moeder wegvalt, die wekkerradio die is voor ons. En dat porseleinen servies. Welk servies? Ach, in het dressoir met die roze roosjes. Dat is ook voor ons. Ik heb als oudste dochter de eerste rechten. Flip heeft het wel weer mooi voor elkaar, hè? Typische regelaar. Je kan wel zien dat die scheidsrechter is. Mijn broer doet dat even uit de losse pols. We gaan er wat later heen, hoor. Want ik heb 's morgens een wedstrijd, die laat ik niet lopen. Hoe laat kan je dan thuis zijn? Oh, nu of 12. We zouden oma Cor afhalen. Kun jij toch voor die tijd doen? Hoorde je Cor weer over hem zeuren? Hoezo zeuren? Heb je niet gehoord dan? Ach, wel nee. Dacht je dat ik luisterde naar het gouden hoer van die zuster van je? En dan die Arnold, die zijen sok. Gebaartjes van hem. Die kleine vingertjes van hem. Oma Cor moet dus dit jaar maar niet komen omdat hij zo ordinair is. Moet je weten dat Cor in haar jonge jaren zo hoerig was als wat. Geen Canadees was veilig voor de. Oh, ze heeft dat liggen rollenbollen bij ons boven op de zolder. En dan zo hoerig mogelijk erbij lopen. Vond ze schitterend. Hoe meer ze opviel, hoe beter. En toen kwam Arnold. Ja, toen wou ze hogerop chique madame uithangen.
is ook nooit wat geworden. Nou, schat, ik ga een biljartje maken. Vind je niet erg, hè? Nee, dat is om 1 uur. Of even over 1. Heeft hij het beloofd? Ja, hij noemt niet alle namen. Hij zegt gewoon mevrouw den Duif, alle kinderen, alle kleinkinderen enzovoort. En daarna het plaatje dus. Ja, hij heeft allemaal kort geregeld. Ja, hoorde je Ab weer schijnheilig vragen? Hoeveel kost dat nou allemaal? Wat kost wat allemaal? Nou, toen Mies naar Blitz vroeg. Ah. De dierenarts, hè, wat die heeft gekost. Ja. En daarna gaan we dus naar de Malayan. Voor de lunch. Is ook veel fijner voor moeder. Dat diner de vorige keer was veel te laat. Veel te vermoeiend. En ze wil niet zo laat naar bed. Nou, toen zei ik meer dan 150 gulden. En dan had je dat gezicht moeten zien. Zo van, mensen, je bent stabel, mijn jongen. Zoveel geld voor een hond. Zeg, vind je ook niet lunch veel beter dan diner? Hè? Weet iedereen het dan? Ja, ja, maar Cora. Het is jouw zuster, schat. Ja, dat weet ik wel, maar die. Ja, ze vond de Malayan maar niks. Die moest in die verbouwde molen vanwege de servetten. De servetten? Ja. Ja, in de Malayan had je. Er was iets met servetten, papier of zuiver damast. Ik ben het verhaal een beetje kwijt. Even kijken. Ja, het kan heel erg leuk worden. Maar ik zorg dat we niet te vroeg de fles opentrekken. Zeg, schat. Ik vind het, ja. Weet jij nou zo'n beetje wat je moeder bezit? Wat bedoel je? Nou, is er ooit een lijst gemaakt van wat ze daar op die kamer heeft staan? Dat kastje bij het raam, dat is antiek. Ja, En dat porseleinen servies. En ze heeft ook nog een zilveren koffiestel. Ik bedoel, niet voor ons natuurlijk, maar voor de verzekering of zoiets, dat er ergens een lijst is. Stel. Stel wat? Dat er iets met moeder gebeurt. Dan gaan we als grote mensen bij elkaar zitten. Ja, als grote mensen vergeten, maar weet je nog met tante Annette? Wat een gedonder toen. Zou je moeder nog liggende gelden hebben? Kom je daar nou bij? Nou, omdat ze zo fanatiek speelt. In de Toto, in de staatsloterij. En speelde ze ook niet mee in de Duitse Lotto? Wel, nee. Dat heeft ze vroeger een paar keer gedaan, maar dat is al jaren geleden. Ik zei, moeder, je kan net zo goed het geld over de balk smijten. Dan weet je zeker dat je het kwijt bent. Nee, die speelt niet meer. En heeft ze nooit wat gewonnen? Ach, soms een eigen geldje, soms een paar honderd gulden. Maar daar trakteren ze onze kinderen en die van Cora en Arnold van. Nee, geld heeft ze nooit gehad. Nooit. Als meisje droeg je op je blote huid eerst een flanelletje, dan een hemdje en dan een half hemdje. Met banden van achteren en die knoopte je dan naar voren. Alles zat zo hoog dat het kuiltje in je hals niet was te zien. Dat mocht niet bloot. Bloot was onkuis. En eroverheen een onderjurk. En dan pas kwam een echt jurkje. Een daagsjurkje of een zondagsjurkje. En altijd kousen. Altijd. Hij droeg een hoed. Ja. Als je zonder hoed rondliep, dan was je wel erg arm. Als ik naar school ging en het was heet, dan hing die hoed op mijn rug. Het was een strooien hoed. Elk voorjaar met Pasen kreeg ik een nieuwe. Machtig mooi vond ik dat. En toen we 16 waren, kregen we echte chique hoeden. Ja, met veren en een lint en grote hoedenspelden. Mooie dopjes. Ah, echt dametje voelde je je dan. En dan had je ook lange rokken, tot je enkels. Dat hoorde bij een meisje van 16. Oh. Je had veel te veel aan. Onder die lange jurken droeg je ook nog zwarte, zelfgebreide kousen. En je had lang haar. Mocht niet worden afgeknipt. Nee. Op een keer in de zomer. Het was heel erg warm. Heb ik mijn haar laten afknippen. Tot verdriet van mijn moeder kwam ik kort geknipt thuis.
enige meisje in de straat met kort haar. Ik moest voor straf de bedstee in. Heb je tijd? Of vlieg je zo weer weg? Ik heb perstikken meegebracht, moeder. Oh, lekker. Dan leg ze maar op de fruitschaal. Ja. Moet je er een? Hm? Ja. Ja, goed. Als jij er ook eentje neemt. Ja, tuurlijk. Neem dan even twee servetten mee, hè. Die liggen in het dressoir. Ja. Links onderaan. Oh, en twee fruitmesjes uit de la. Hier? Ja. Nee, nee, daar onderaan. Oh ja, precies. Ik vroeg. U vroeg? Of je direct weer wegvliegt. Nou, ik heb alle tijd van de wereld, moeder. Mm-hmm. Alleen... Daar komt het aapje uit de mouw. Nou, zeg het maar, jong. Nou, ik moet straks Bert even ophalen bij de kapper. Oh. Die laat zich mooi maken voor uw verjaardag. Ik ga vanmiddag. Oh, ziet ze er lekker uit, zeg. Oeh, de sap. Kijk even. Ja. Is oom Cor nog geweest? Mm-hmm. Lekker verheugen. Ja, tuurlijk. Je slaapt toch nooit over? Mm. Was fijn. Ja, een beetje gezeten, een plaatje gedraaid. We hebben het over je vader gehad. Mm. Mm-hmm. Heeft u die pijnscheuten nog? Ja. Ja, eerst dacht ik dat het kwam omdat ik me druk maakte, hè? Maar als ik gewoon stil zit, dan heb ik het nou ook. Nee. Maar niet in de linkerarm? Nee. Nee, alleen hier, hè. Zo, hier zo'n beetje. Maar ik mag niet klagen, hoor. Ja, ik hoorde... Wat hoorde je? Dat u met gymnastiek op wil houden. Ja. Terwijl het juist goed voor u is. Ja, wat goed is en wat niet goed voor me is, Philip. Ja, dat weet ik, moeder. Dat bepaalt u zelf wel. Juist. Maar het gaat ook een beetje om de contacten. Ja. Kijk, die leidster, die... Die speelt de baas over me. En moet ik nou op mijn leeftijd nog onder de plak zitten? Natuurlijk niet. Nou. Nee, maar ik denk dat ze helemaal niet de baas wil spelen. Ben jij er dan bij geweest? Nee. Ik zit toch ook in de sport, moeder. Dat mens geeft aanwijzingen. Dus niet de baas spelen. Haal die karaffes uit de kast, Flip. En schenk mij eens een glaasje in. Nou wel. Ik ben er niet aan het dank, zeg. Nou, schenk in, zeg ik je. Ja, moeder. En neem jij nou ook een glaasje. Een hele lekkere likeur. Ik moet nog rijden. Ah, scheid dan dronken naadje, ja toch? Nee, het is me te zoet. Zo. Zegt die... Nou, proost. Ja. Die broche, hè? We hadden het over de gymnastiek. Nee. Ik stop ermee. Nee. Niet alleen door dat mens, hoor, maar ook door de pijn. Mijn gewrichten zijn versleten. Hè. Ik heb altijd alles goed gebruikt. Daar krijg je dat van. Nou. Ik wou het even over die broche hebben. Deze. Die kop hebben. Ik wil niks horen. Niks. Wat eten jullie vanavond? Die broche, die wou ik jou meegeven voor Bertha. Ja, ik heb gezien hoe mooi ze hem vond. Die broche hou je op, echt, kom nou. Niks ervan. Doe hem af, zo. En hier, dat is een mooi doosje ervoor. Kijk even, daar doe ik hem in. Zo, voor Berthe. Wat eten jullie? Gestoomde andijvie en runderlapjes moet ik niet. Ik ga vanmiddag een kroket eten buiten het huis. Een andijvie, moeder, ja. Dat is gezond, ja. Vitamine. Nou, hier is de broche. Nee, ik laat hem hier liggen, moeder, ik neem hem niet mee. Kan altijd nog. Oh, nee. Dan pikt Cora hem in. Ik ken ze van haver tot gort, hoor, mijn nageslachten. Nou, wacht maar. Ze moeten nog even over zaterdag... We doen er dus niks aan, hè? Nee, maar je wordt maar één keer 80. Nou. Wat is het programma? Zeg maar op. Nee, dan is het verrassend. Vooruit, kom op met je verhaal. Ja. Ik wil me er een beetje op verheugen. Nou. Eerst dit. De ome Cor. Ja, precies. Ja, nou, die man is aan de drank en laat hem. Je weet hoe dat gekomen is. Als hij een borreltje op heeft, dan is het draaglijk voor hem. Zonder drank huilt hij de hele dag. Jawel, maar... Oh. Hebben jullie weer zitten konkelen voezen? Ja. Het is ook ieder jaar hetzelfde. Als Cor niet komt, dan gaat mijn hele verjaardag niet door. Nou, we drinken eerst koffie boven. En daarna wilden we u graag een...
een filmpje laten zien. Een filmpje? Ja. Ab en ik hebben samen... Nou ja, kijk, moeder. Ja, nee, als ik je nou alles vertel, dan is de gein eraf. Waarover gaat dat filmpje dan? Nou, over vroeger. Over jullie bakkerij en zo. Oh, staat die er nog steeds? En over het huis. Huh? We hebben het kunnen filmen voor en na de afbraak. Is het huis afgebroken? Ja, moeder. En de tuin? Je vader's tuin? Ja. Nou ja, weg dus, hè. Maar we hebben hem wel op de film. Wat is het dan nou? Een bank. Een bank. Zijn die er dan nog niet genoeg? Ja. Niks van vader zijn tuin over? Ja, de mensen die het laatst in woonden, die hadden al het een en ander veranderd. Ja, natuurlijk hadden die het een en ander veranderd. Maar ze hebben toch zeker niet die populieren, die prachtige kastanje achterin. Nee, ze hadden het gemoderniseerd dus, hè. Ah, ja, maar dat ziet u allemaal op de film. En daarna gaan we lekker een hapje eten. Uw lievelingskostje, goed verzorgd, alles rustig aan. Oh ja, en dan komt u ook nog op de radio. Hoezo? Nee, ik zeg niks meer. Alleen dat we daar naar de boot in gaan. De boot. Nee, en verder zeg ik niks, niks. Zeg, Flip. Ja. Die film, zijn jullie ook nog aan de zaan geweest? En in Artis, weet je wel? Waar je vader en ik voor het eerst samen waren. Ja, en het cadeau... Dat wordt het abonnement voor Artis natuurlijk. Maar u kan er toch niet meer heen, moeder? Ja, nou... U bent er 12 jaar geleden voor het laatst geweest. En toen was het al bijna niet meer te doen. Het gaat me om het idee, jong. Nou, schenk me nog eens een glaasje in. Ja. Zo. Dank je. Oh, god, ik moet weg, moeder. Ja, ga maar gauw. Zeg, tot zaterdag, moeder. Ik haal hem kor op, hè. Hij heeft speciaal voor mij zijn mooie kostuum laten stomen. Ja. Tot zaterdag. Tot zaterdag, lieve. Zeg, ik heb kennis gekregen aan een kleermaker, Flip. Heel aardige man. Hij woont op 7B. Hoe bedoelt u kennis, moeder? Ja, hij komt elke middag thee drinken. En verder? Ik kan machtig mooi vertellen. En hij kijkt heel lief scheel, zo'n beetje zo. En hoe komt het zo ineens? En dan vertel ik je nog wel eens. Ja, je staat nou toch te springen. Toch geen gekke dingen, hè, moeder? Wat zijn gekke dingen? Niks is gek. Ja. Nou, tot zaterdag. Ja, tot zaterdag. Wordt vast een mooie dag. Hé, hier, je vergeet je broche. Meenemen. Anders dan gaat hij naar het leger des heils, hoor. Nou. Bertha zal er wel blij mee zijn. Ja. Oh, en ze moet hem zaterdag niet opdoen, hoor. Nee, een soort van triomf. Want anders dan breekt gegarandeerd de hel los... onder al die schatten van kinderen en kleinkinderen van me. Nou, dag, moeder. Dag, lieverd. Tot zaterdag. Ja, hey. Tot zaterdag. Fijne dag. Jouw dag. Ja, Flip. Mijn dag. We hadden een druk beklante winkel. Maar we moesten er hard voor werken. Mijn moeder stond de hele dag in de winkel... en deed ook een groot deel van het huishouden. Ze zei altijd... als jullie later met een bakker aankomen... dan sla ik je benen onder je gat vandaan. Ja. En de klanten waren tevreden. Nou spreek ik nog wel eens mensen die zeggen... we hebben nooit meer dat stroopbrood... en die heerlijke duivenkater... en die fijne broodjes van jouw vader geproefd. Voor 8 uur 's morgens moest het brood bezorgd zijn. Brood van na 8, dat was oud brood. De bakkers werkten 's nachts... en al het brood werd 's morgens vroeg uitgevend. Ah, mensen die geen vers brood konden betalen... die kochten oud brood tegen een lagere prijs. Ja... Een melkbrood kostte toen 11 centen. En als je voor een gulden aan kassabonnetjes had, kreeg je een brood cadeau. Jij nog koffie, pap? Nee. Oh, ik hoef ook niet meer. Ja, dan zet ik het even uit. Annette, zeg even wat van die schoentjes van me. Ja, had ik nog niet eens gezien. Leuk, die schoentjes, man. Heel leuk. Werkelijk precies dezelfde kleur als dat rokje. Ja, leuk, hè?
Gezocht, gezocht. In hoeveel winkels zijn we niet geweest, pap? Nou, zeker wel 9. Ik ben op het laatst maar op een terrasje een biertje gaan drinken. Ja, pap wou niet meer mee. Maar ze staan leuk, hè? Ja, heel leuk. Ja, beslist. Moet jij nog niet wat aan je gezicht doen? Oh, gaan we al, ja? Oh, ik wil niet de laatste zijn. Je weet hoe moeder is. Zie ik er dan niet goed uit? Ja, wel goed, maar... Maar je ziet pips. Ja, pips. Oh, ik kwakte wel wat op, hoor. Ja, net niet zo onverschillig. Mannen genoeg, zeg ik altijd maar. Ze zijn nog niet op de bon. Nou, jij hebt makkelijk praten. Zeg, heb je nog wat van dat heerschap gehoord? Niks, niemendal. Ik zit in Duitsland met die giet. We zeggen er nog niks over, hoor. Tegen niemand. Dat geeft alleen maar... pap, hoe heet dat? Dat Duitse woord? Schadenfreude. Ja, schadenfreude. Ik zou niet weten waarom ik er niet over praten kan. Maar lieve schat, het is toch een feest? En als oma dan vraagt waar is Frans? Ja, dan zeg je in Duitsland voor zaken. Ik kan niet liegen. Gelukkig niet. Ja, zeg dat wel. Gelukkig niet. Ik wil niet hebben dat je erover praat. Hoor je, Annette? Het is feest. Ik gun het de familie niet. Flip en App hebben steeds gezegd dat het een lapswans is. Dat is het ook, een lapswans. Ik heb me heilig voorgenomen me niks van de mensen aan te trekken. En helemaal niks van die mooie familie van me. Het gaat om de schadenfreude. Dat ze er lol in hebben, dat jij in de puree zit. Ach, ik ken ze toch. Ik niet dan. Jawel, jij ook. Maar mam en ik kennen ze natuurlijk veel langer. Dat eeuwige gezeur van jullie. Dit kan niet, dat mag niet. Ik ben geen 12, man. Ik zeg niks meer. Nou, laten we nou maar gaan, ja, leuk, hè? Leuk, hoor. Leuk, zo'n bek trekken. Annette kijkt toch niet zo chagrijnig. Mami, ze bedoelt het niet zo. Gooi jij je er buiten. Wat gaan jullie toch enig met elkaar om? Nou, ik wacht wel in de auto. Laten we maar gaan. Mensen, hallo. Even één momentje. Er komt een speciaal bericht. Speciaal bericht? Stien, je komt op de radio. Leuk, hè? Dat heeft oma Kurt toch maar mooi voor elkaar gekregen. Wacht, dan zet ik de transistor aan. Zit er hier helemaal niks van verteld? Nee, natuurlijk niet. Ja, zijn we nou stil in die hoek, Theater, hè? Anders laat ik de zaal ontruimen. En blijven Stien en ik alleen achter. En nu op speciaal verzoek van haar moeder Cor, haar liefhebbende kinderen en kleinkinderen, een grammofoonplaatje voor mevrouw Den Duif. Beter bekend onder haar meisjesnaam Stien van Lingen, die in de zaal vele, vele jaren het brood van haar vader, bakker van Lingen, rondbracht. Iedereen kende Stientje en lekkerder brood dan zij bracht niemand rond. En nu voor Stien van Lingen, oftewel mevrouw Den Duif, lieve luisteraars, het zo populaire lied van Lou Bendy, Zoek de Zon op. Oh, helemaal niet. Heb ik niet aangevraagd? Zo word je nou belazerd bij de radio. Ja hoor, we zijn hier thuis. Wat is iemand een gof in zijn mond? Arnold, jij zegt er straks iets van, hoor, bij het eten. Hé, laat nou maar, moeder zit te genieten. Ach, wel nee, het gaat allemaal langs de heen. Nou, zet het ding maar af. Zet af dat ding. Zet af! Ik heb een glimlach van een kind van Willy Alberti aangevraagd. Een glimlach van een kind. Doet je beseffen dat je leeft. Ja, is ook leuk om te komen, het is namelijk gebeurd. Mag ik niet zingen, zoon? Ah, zing rustig door, Cor. Natuurlijk mag ik zingen. Ik hou mijn mond alweer. Hoe heb je me nou op de radio gekregen? Ah, kwestie van relaties, hè? Echt? Oh, nee. Ik heb gewoon een kaartje geschreven, 3 maanden geleden al. 3 maanden? Ja, want er is een wachtlijst. Oh, dat vind ik nou zo lief van je, Cor, om daaraan te denken. Leuk, hè, Cor? Oké, ik ga nog eens een keer rond met het gebak. Laat de kinderen dat nou toch doen. Ik weet dat ik niet stil kan zitten, pap. Wie moet er nog gebak? Nee, dank je, kind. Waar blijven de glaasjes liqueur? Oh, geen idee. Oh, nou, we hebben de hele dag nog, hoor. Annette. Hey, kom eens lekker hier zitten. Ik heb je zo'n tijd niet gezien.
Gehuild? Nee. Hoezo? Je ogen. Je ogen, daar zie ik het dan. Annette, neem eens een gebakje. Er zijn van die zalige kwarkdingetjes die jij zo lekker vindt. Ja, het is jammer dat Frans er niet bij kan zijn vandaag, hè? Nou, geen gebak, nee? Ze leert het nooit af. Wat kan jouw moeder slecht komedie spelen? Is hij hem gesmeerd, die schat van jou? Vorige week, ja. We houden het onder ons, hoor. Gaat niemand hier verder wat aan? Ach, die komt wel weer terug, kind. Let op mijn woorden. Als de wilde haren eruit zijn, en dat gebeurt gauw genoeg. Hoor mee, oma. Komt nooit meer goed. Nooit meer. Zo simpel is dat. Iedereen is er zo'n beetje. Ja. Ik schijn nogal populair te zijn. Kijk die mevrouw met dat blauwe jumpertje aan. Zie je dat? Ja. Die heb ik in geen 40 jaar gezien. Ja. Was klant bij ons. En die meneer daarachter, met het schilderij, zie je wel? Die heeft nog in de bakkerij gewerkt. Oh. Ja. Fijne dag voor u, hè, oma? Ja. Ja, ik zit echt te genieten. Voelt u zich wel goed? Ach, wat zal ik klagen, kind? U draait er altijd zo omheen. Nee, ik voel me prima, echt. Een beetje opgewonden vanwege alles wat er gebeurt. Vanmorgen wat valeriaan ingenomen. Ja, anders bonkt mijn hart zo. Toen ik 11 was, ben ik van school gegaan. Mijn ventperiode begon. Elke dag duwde onze knecht de bakkerskar voort. En ik liep erachteraan. Met een mand. Oh, we holden. Om alle klanten op tijd te bedienen, want voor 8:00 's morgens moesten we klaar zijn. Ja. Later ben ik zelf met zo'n kar gaan lopen. Om 7:15 begon je. Een kar boordevol brood was zwaar duwen. Nou, maar alles went. 16 was ik toen. Van mijn 12e tot mijn 20e heb ik in de zaan lopen venten. En als ik 's morgens was uitgevent, dan moest ik naaien. Mijn moeder moest bijvoorbeeld elke 3 maanden een nieuwe linnen japon hebben. Van dat grijze linnen. Voor in de winkel. Hey, het schijnt dat hij in Duitsland zit. Dat komt toch niet anders? Je hoefde die man alleen maar aan te kijken, dan wist je het al. Lapsfans. Nou, het blijft zielig voor Annette. Van wie hoorde je het? Nou, net, ik hoorde moeder met Annette praten, maar praat er niet over met Cora, hè? Die wil het niet weten. Nou, vandaag of morgen weet iedereen het, toch? Ziet ze eruit, hè? Wie? Je moeder? Nee, Annette natuurlijk. Ik zag het al een tijdje aankomen. Maar ja, je wil je niet overal mee bemoeien. Arnold heeft natuurlijk wel gelijk. Kan je even niet volgen, schat? Nou, artisabonnement. Wie geeft iemand van 80 nou zoiets? Het gaat om het idee, Ab, het idee. Ja, natuurlijk, maar ze zal er van de levensdagen niet meer op. Mensen, ja? Als iedereen gaat zitten, ja. Dan gaan we beginnen met de film. Oh. Ja. Even stil, jongens, even stil. Lieve moeder, wij, je kinderen, je kleinkinderen, dachten dat het aardig zou zijn om, hoe zal ik het zeggen, je een filmpje te laten zien over de dingen van vroeger. Ab en ik en Arnold ook. Ja, vooral Flip hoor. Ja, niet zo bescheiden. Oké, jongens. Nou, wij zijn er de laatste tijd uit geweest in de Zaanstreek, ja. Landsmeer, ja. Amsterdam. En hebben jullie die film dan zelf gemaakt? Ja, moeder. En het gaat dus vooral over vroeger. Oh, dat is fijn.
Hoor je dat, Cor? Over vroeger? Ja, leuk, hè? Dus ik zou zeggen, Arnold, nou, start de film aan. Doe het licht even uit. Ja, wacht even, hè. Wacht, daar komt hij, hoor. Even die aanloop erin. Moet ik helpen, Arnold? Ja, daar gaat het goed. Oh, momentje. De aanloopstrook breekt. Mag het licht even aan? Oh. Wacht even, hoor. Het is zo weer verholpen. Toen kwam die jongen. Hij was heel lang. Had een nogal bleek gezicht, want die moest hard studeren. Kreeg niet best te eten. Hij leek aardig. Toen dacht ik, met die jongen wil ik wel mee. We zijn samen naar Amsterdam gegaan. Naar Artis. Vroeg in de ochtend met een prachtige boot was een orkestje aan boord. Beiers orkest, ja. Oh, ik vergeet het mijn leven niet. In Artis zijn we ergens gaan zitten om wat te drinken. Ah, ik was verliefd. Wat een fijn gevoel was dat. Hij dronk bier, wou ik ook proberen. Ja, was ik niet gewend, maar ik dronk het toch op. En toen liepen we door Artis. En ik kreeg loodzware benen. Hij zei, geef me maar een arm. Ja. Zo hebben we door de dierentuin gelopen. En later door Amsterdam. Gearmd. Toen we thuis kwamen, wist iedereen al dat we gearmd hadden gelopen. Oh. Wat was dat een fijne tijd. Die verliefdheid. Ja, daar zijn we zover. Licht uit, spot aan, zo Miesje. Nou, daar gaat hij weer. Zo. Oh ja. Oh, dat is de brug hier. Ja. Goed, hè? Hier zijn we bij de brug. Ja. En dan gaan we naar links. Dit hebben we vanuit de auto gefilmd. Oh ja. En dan komt hier. Ja, nu maken we de draai. Hier komt de bakkerij. De bakkerij. Ja, dan hebben we nog geprobeerd aan de andere kant te komen, maar er staat nu een schutting. En dan gaan we hier via het kolksteegje. Ziet u wel, moeder? Zo liepen we altijd naar het pleintje toe. En dan komen we zo weer terug. Dat is toevallig net mooi weer die dag. Daar is morgens vroeg begonnen. Kijk, en daar zijn we. Licht aan! Licht aan! Maar waarom nou? Oom Cor heeft ook altijd licht. Stiem wordt niet goed. Gauw. Oh, mijn god. Dat is nog wat toe. Komt er die rotsfilm van je? En die projectmissel, Arnold? Ja. Wat is er gebeurd? Moeder is dood? Ze is dood. Ik zie je! Oh. Dokter, we moeten een dokter hebben. Ja, misschien is alleen maar bewusteloos geraakt. Help me toch even, man. Ze moet hierheen. Kom. Wilt u mij maar volgen? Eerst de familie. Eerst... Ik ben de broer van de overledene. Neemt u mij niet kwalijk. Cool, hè? En waar is dan die broche? Met die bloedkoralen? Die heeft altijd hierin gelegen, weet ik zeker. Nou, die heeft moeder laatst een Bertha cadeau gegeven. Hoe kan dat nou, als wij er niks van af wisten? Ja. En wanneer dan wel? Ja. Nou, dat was vlak voor de verjaardag. Toen kwam Flip er mee thuis. Oh, ja. Wat ik wel eigenaardig van je vind, Bertha, dat je er helemaal niet met ons over gehad hebt. Ja, nou, mensen, ja. Eerst maar even het linnen. Ik heb drie stapeltjes gemaakt. Ja, maar en nou mijn koor dan? Hij zegt, die telt niet mee. Nou, eens, wat moet die nou met theedoeken? Oké, drie stapeltjes mooie baddoeken en theedoeken. Nou, ik...
Ik had liever die bruine, hè? Want ja, ik heb alles bruin in de badkamer. Dat vinden jullie toch niet erg? Oh, nee hoor. Ruilen wij toch? Ja. De wekkerradio. Ik had gedacht... Nou, die heeft ja, we hebben toch al een wekkerradio. Ik wil hem aan Annette geven. En ik heb de oudste rechten. Hoor aan Arnold. Ja. Ook je dan? Ja hoor. Zeg, schrijf je alles wel meteen op. Ja. Tapijtje? Dat was voor ons. Iedereen akkoord? Ja, ja, ja. Ja, maar als wij dan het servies krijgen... Ja. Had ze nog wat geld? Ja, op de Giro. Oh ja? Ja, kan ik de afschrift even zien? Ja, tuurlijk. Maar er stond niet veel meer op. Ik denk nog geen 500 gulden. En vandaag moet ook nog de onkosten worden betaald. De begrafenisverzekering is krap aan. Ja, en Arnold en ik willen wel graag die ketting van Barnsteen. Nou, wat mij betreft... Oh, ik weet dat de ome Cor die wil graag dat kastje hebben. Ja, daar heeft die man toch geen ruimte voor. Ja, nou, zal ik mijn mensen voor een dag. Ja. Dat kastje, dat als wij die ketting nemen, dan nemen jullie het kastje. Ja. Goed? En dan de boeken en dan gaan we voorplaten. Ik denk dat we die het beste... Nou ja, je gaat gewoon rond en deelt uit. Oh. Maak er drie porties van. Nee, wij hoeven geen boeken, Arnold. Geef ons dan maar wat grammofoonplaten. Ja, ja. Eén plaat staat voor één boek. Goed. En wat doen we met de vloerbedekking? Oh, was die van het tehuis? Nee, natuurlijk niet. Die heb ik 7 jaar geleden zelf nog ingegooid. Dat is nog prima. Maar dan gaat die mee. Kan ik wel gebruiken in mijn tuinhuis. Nee. Oh, gadverdamme, nee, die kleur. Nee, geef ons maar wat meer platen en boeken. En dan kan Flip de vloerbedekking nemen. Nee, die moet ik niet. Geef mij het oudhollandse stoeltje maar. Even kijken. Ik hoef die vloerbedekking ook niet, hoor. Nou. Ja, de vloerbedek is prima. Brieven en zo. Plus de giro's. Oh, wat een troep, zeg. Ja, dat moet Flip maar eens uitzoeken. Al die paparazzen. Ja, misschien kunnen Flip en ik dat samen doen, hè? Hé, wat hebben we hier? Samen. Wat is dat? Aan mijn lieve kinderen. Dat is moeder de handschrift. Heb hier. Laat mij hem eens voorlezen. Lieve kinderen. Voor het geval wat er mij zou kunnen gebeuren. Ik heb nog een bedragje op mijn girorekening staan. En dat moet natuurlijk verdeeld worden. Om aan mijn giro te komen hebben jullie een verklaring van erfrecht nodig. Die verklaring kunnen jullie ophalen bij notaris. Notaris? Ja, die gaat over de verklaring van erfrecht. Anders blijft de girorekening geblokkeerd. Lees verder, Flip. Notaris ten Brink, Keizersgracht 620. Als jullie daar zijn, zal hij mijn testament voorlezen. Testament? Testament? Het zal toch geen geld? Ja, dat moet dan zo. Nee, dat kan niet geld. Maar wat dan wel? Bel op. Bel die man onmiddellijk op. Maak een afspraak. Ja, dat doe ik in thuis wel, hè. En jullie hoorden wel wanneer we heen kunnen. Arnold, jij hebt nog een snipperdag van de zaak. Ja, schat. Daar komt ome Cor ook aan. Hoe kan dat nou? Wedden dat hij van dat testament af wist. Hè? Goedemorgen. Wat moet u hier? Ik ben uitgenodigd, kind. En jij? Oh, een sigaartje. Ze staan ervoor, hè? Oom Cor. Wist u ervan? Waarvan, Jo? Van het testament. Dat is te zeggen... Ja of nee? Ja, laat hem nou even uitspreken. Ga verder, Oom Cor. Dat heeft jullie moeder eens even kijken. In 1979 heeft ze dat in orde laten maken. Heel verstandig. En waarom heeft u er nooit wat gezegd dan, verdomme? Ik had hem een woord gegeven om te zwijgen. En beloofd is beloofd, Flippie. Ach. Noem Flip geen Flippie. Flippie. Flippie van Tiel. En je had ook Flippie de dolfijn. Heeft u enig idee? Is er geld? En om welk bedrag gaat het, ome Cor? Ik hou me stil. Wilt u mij volgen, dames en heren? Heden, de 11e juli 1979, verscheen voor mij meester Albertus ten Brink, notaris in de gemeente Amsterdam, in tegenwoordigheid van twee na te noemen getuigen, mevrouw Albertina den Duif, geboren te Zaandam, op 30 juni 1901, wonende te Amsterdam. De comparante heeft in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen haar wil zakelijk aan mij notaris opgegeven. De comparante heeft verklaard, ten eerste, ik herroep alle door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen. Ten tweede,
Ik benoem tot mijn wettige erfgenamen Cora, Flip en Mies, waarbij ik ieder van hen de legitieme portie toedeel van 20.000 gulden. Ik legateer een bedrag van 10.000 gulden aan mijn broer Cornelis van Lingen, wonende te Amsterdam. Ik legateer een bedrag van 10.000 gulden aan Natura Artis Magistra. Ik benoem tot uitvoerder van mijn uiterste wilsbeschikking voornoemde Cornelis van Lingen. Deze uiterste wilsbeschikking heb ik, notaris, aan de comparanten in tegenwoordigheid van de getuigen voorgelezen, waarna ik haar in hun tegenwoordigheid heb afgevraagd of het voorgelezene haar uiterste wil bevat, hetgeen zij bevestigend heeft beantwoord. Notaris, mevrouw wordt niet goed. Ah, net altijd. Nee, ze is flauwgevallen. Zeg, wilt u het nog eens lezen, notaris? Dat stuk over de legaten, over Artis. Dat kan toch niet? Moment, ik laat even een glas water halen. Ja, ga. Coraatje, Cora, zeg dan wat. Zeg dan wat. Een beetje cognac, ja. Slapen onder de neus. Artis, wat een schandaal. Ja. En al die tijd, verdomme, heb u dat geweten, ome Cor? Zo is dat. Hou er goed rekening mee dat we het niet pikken. Ja. Alsjeblieft, een glas water. Drink op, Cora. Artis. Nou ja. Wat is er gebeurd? Gelukkig. Je was even weg, Cora. Drink maar op. Heb ik wat gemist dan? Moeder heeft 10.000 gulden nagelaten. Aan hem en aan Artis. Oh, ik dacht dat ik dat had gedroomd. Notaris, dat mag toch niet? Kan ik dat stukje over Artis nog even van u horen? Ja, nou, ga. Ik legateer een bedrag... Legateren is dus nalaten. Een bedrag van 10.000 gulden aan Natura Artis Magistra. Het testament is volledig rechtsgeldig. Ik lees u het slot voor. Waarvan akte in minuut verleden te Amsterdam en op de datum in het hoofd deze akte vermeld in tegenwoordigheid van de heer Gerben Bosma, notarisklerk en mejuffrouw Wanda Rauwvoet. Ja, moeten we dit echt accepteren, notaris? Jullie zullen wel boeten. Ze zou onder curatele moeten worden gesteld. Het spijt me, maar tegen dit testament kunt u geen enkel bezwaar maken. Nou, ik denk dat dan maar een sigaartje. Waar komt al dat geld vandaan? Ik ben er stil van. Dat is toch ongelooflijk? Nooit heeft ze er een woord over gesproken. 80.000 gulden. Ik ben er stil van. Ik ga naar de advocaat. Al moet de onderste steen bovenkomen, dat geld gaat niet te aardig. Jullie moesten eens weten hoeveel plezier je moeder en ik om dit testament hebben gehad. Toen je moeder dat geld in de Duitse lotto... Ik had het kunnen weten, de Duitse lotto! ...in de Duitse lotto had gewonnen en dat testament laten maken, hebben we een tientallen keren dat bezoek aan de notaris nagespeeld. Als in een toneelstuk. En het is precies zo uitgekomen als je moeder het zich voorstelt. Je kunt wel lachen, je laatste lach. Ja. Je hebt je geld ook nog niet, vader. Hou er goed rekenschap mee. Jullie zijn een stelletje ordinaire, hebzuchtige aas. Dames en heren, mag ik u verzoeken? Er wacht een ander op mij. We maken er werk van. We schakelen een advocaat in. Arnold heeft relaties. Denk er goed aan, oom Cor. Artis krijgt geen cent en nu ook niet. Komt ons toe. Het testament staat als een rots in de branding. Ik had het zelf kunnen bedenken. In Artis Liefde, een spel van Dick Walda, werd mevrouw Den Duif gespeeld door Henny Orry. Haar oudste dochter Cora door Fecia Rone. Haar schoonzoon Arnold door Dick Scheffer. Haar zoon Flip door Piet Reumer. Haar schoondochter Berthe door Willy Bril. Haar jongste dochter Mies door Gerry Mantel. Haar schoonzoon Ab door Frans Kokshorn. Haar broer oom Cor door Wim van den Brink. Haar kleindochter Annette door Paula Major.
De notaris werd gespeeld door Frans Somers, de radiocommentator door Paul van Gorkum. De regie had Ad Leupler.